De oorlog in de wereld roept om vrede. We stemmen af op de vrede. En die vrede ga je niet met je mind benaderen. Je gaat niet bedenken hoe dat allemaal moet en zo. Of wat je ervan vindt. Dat doet er niet toe. Je gaat vanuit die vrede ga je energie verspreiden. Je gaat zelf in die vrede zitten. En die vrede straal je uit. Goedemorgen, ik ben Petra, voor wie dat nog niet weet. En even een introductie op de intenties. Eigenlijk is alles een beetje een vervolgverhaal wat ik hier laat zien en vertel. Dus voor de intentiesessie. Wat we doen, je gaat rustig ontspannen zitten. Voeten stevig op de grond. Relax. En op je eigen manier. Zorg dat je niet gestoord wordt. Dat je eventjes in een rustige ruimte kunt verblijven. Zonder dat er iemand, ja, of iemand doet mee. Maar in ieder geval dat jij lekker eventjes ongestoord naar binnen kan keren. En mee kan doen. Je eigen intenties. Eigenlijk is het zo, we sturen elkaar intenties, maar het werkt altijd door voor jezelf. Dus als jij iemand anders vitaliteit, kracht, vertrouwen, gezondheid, wat hebben we nog meer zoal, oplossingen, gemak, ease, rijkdom, overvloed, plezier... Levensvreugde, dat soort dingen. Als je die wenst aan een ander, gaat het dubbel en dwars voor jou doorwerken. Daar doe je het niet voor. Het is in principe gewoon afstemmen op die energie. Het is fijn om daar aan mee te doen, want het versterkt. We versterken elkaar als je meedoet. Het werkt. Het werkt op de persoon waar je het op richt. Maar het werkt ook door voor jezelf. En natuurlijk is dat ook fijn. Het is ook heel erg interessant, want zo werkt het met alles. Als jij boos bent op iemand of op de wereld of jaloers of je gunt een ander het licht in de ogen niet. Je denkt dat anderen bezig hebben, je voelt jezelf slachtoffer en zo. Dan zit je in die energie daarvan en dan werkt averechts voor jezelf. Hoe kan je dat met intenties aanpakken? Alles kan met intenties aangepakt worden. Je wordt je ervan bewust en je... Gebruikt die situatie om tot een intentie te komen. Bijvoorbeeld in plaats van boos of jaloers of verdrietig of teleurgesteld, wil je gewoon weer plezier hebben in het leven en genieten. En ook met anderen meegenieten. Ruimhartig zijn. Dat wat ik net noemde, dat zit allemaal in het ervaren van tekort. Dat is het ego. Maar als je er bewust van wordt, dan kun je bedenken wat je wel wilt. Vanwege dat wat je niet wilt, kan je ook bedenken wat je wel wilt. En dan ga je daarop afstemmen. En dat doen we met intenties. We stemmen daarop af. Het gaat daar helemaal niet om. Als we het bijvoorbeeld hebben over oorlog en vrede. De oorlog in de wereld roept om vrede. We stemmen af op de vrede. En die vrede... Ga je niet met je mind benaderen. Je gaat niet bedenken hoe dat allemaal moet en zo. Of wat je ervan vindt. Dat doet er niet toe. Je gaat vanuit die vrede ga je energie verspreiden. Je gaat zelf in die vrede zitten. En die vrede straal je uit. Het gaat ook over jezelf. Het gaat niet over de wereld alleen. Over dat er oorlog is in de wereld. Maar waar ben jij nog mee in strijd? Wat is er voor jou nog? Niet in vrede. En dan ga je dat versterken. En als je dat voor jezelf doet, doe je het ook voor de wereld. Het vorige filmpje wat ik heb gemaakt, wat jullie misschien hebben gezien, ik hoop het, want dit is een mooie follow-up. Dat ging over, de lucht is nu helemaal stralend blauw. Ik zal het even laten zien. Maar de vorige keer dat ik aan het filmen was, was het helemaal bewolkt.
En toen ging het over dat je daar dan toch stukjes blauw in kunt manifesteren. Met intentie. En dat lukte terwijl we het filmpje aan het maken waren. Hartstikke leuk natuurlijk. Moet je zelf ook maar eens proberen. Nu is het helemaal blauw, dus er valt verder niks aan te doen. Ik ga geen wolkjes manifesteren, waarom zou ik? Het kan natuurlijk ook andersom. Het is een oefening, die las ik ooit in een boekje van Emoto. Kijk naar een wolk en denk hem weg. Nou, als je dat doet en het lukt, dan zal je vanzelf op het idee komen dat dat dus met meer dingen kan. En dat is intentie. En nou, dat is natuurlijk geweldig. Ja, dat is geweldig. Kan je overal op toepassen. Nou, daar heb ik al regelmatig iets over verteld. Kijk maar lekker terug naar het andere filmpje of op dit kanaal. Nu gaan we dus de intenties doen. Ik neem je mee in de intentiesessie van gisteren, die we met een groepje hebben gedaan. Als je mee wilt doen, volg dan de cursus eventjes bij de Happy View School. De happyviewschool.online. Daar kan je zien wat we voor een cursussen hebben, sowieso. En de intenties, het intentieproject is er één van. Als je de cursus hebt gedaan, mag je vervolgens meedoen, zoveel je maar wil, hoe lang je maar wil, met de intenties. Op dinsdagavond, 1 keer in 2 weken op dinsdagavond. Soms doen we het extra. Als er tussendoor iets is, sturen we elkaar ook extra energie. Het is een hele fijne supportgroep ook. Want we steunen elkaar en we versterken elkaar. En dat is natuurlijk altijd heel fijn. Zonder er verder allemaal dingen van te vinden, zijn we gewoon elkaar aan het upliften, zeg maar. En dat is de kunst ook in het leven, denk ik. Welkom om mee te doen. Welkom ook om het toe te passen in je eigen leven. In alles kan je het doen. Het is een verhaal wat je vaker van mij hoort. Want je kunt het niet genoeg herhalen. Ook voor mezelf. Waar word je blij van? Waar voel je je lekker bij? Focus daarop en ga het voelen. Nou, we gaan aan de slag. Ga lekker zitten. Dan start ik hem in. Hij begint... ietsjes later. Dus ik ben begonnen met welkom. Welkom allemaal. Iedereen die meedoet, nu of later. Ga lekker zitten. Ga ontspannen. En ga diep in en uit ademen. En dan laat je meevoeren. En laat ook weten wat het met je doet. Dat vind ik ook wel fijn om te horen. En het is voor jezelf ook heel goed, denk ik, om dat op te merken. Dat het een verschil maakt. Oké dan. Enjoy. Tot later. Door je voeten heel stevig op de grond te zetten, heel bewust, maak je ook contact met de aarde. Contact met moeder aarde. En probeer ook of je dat kan voelen, die uitwisseling tussen je voeten en de bodem die je draagt. Wat het ook is, misschien ben je helemaal niet buiten, dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Maar dan nog is er een draagkracht die je kan voelen. En die draagkracht die voel je ook zittend op je stoel onder je billen. En ook daar kan je voelen dat er een weerstand is als het ware. Onder je eigen gewicht is een soort druk voelbaar, tegenkracht voelbaar. Je wordt gedragen. En dan kan je ook achterover leunen. En dan adem je diep uit. En tijdens het achterover leunen laat je los. Je laat los. En je voelt ontspanning. Ontspanning. En ook hier voel je dat je wordt gedragen, dat er een vangnet is als het ware voor je. En dan adem je energie in, je ademt nieuwe frisse energie in door je neus.
En je ademt heel diep uit door je mond. En terwijl je uitademt, voel je hoe je dieper en dieper in de ontspanning zakt. En je laat ook de spanning los terwijl je uitademt. En dan ademen we nog een keer heel diep in. En uitademend laat je alle spanning van je afglijden. Laat je vallen, als het ware, in de armen van Moeder Aarde. Misschien kan je daar wat bij voorstellen. En inademend span je eventjes alles aan. Gewoon omdat dat even de boel weer versterkt met nieuwe energie. Inademend en uitademend ontspan je en laat je alles weer los. Laat je alles wegstromen uit je lichaam. Alle ballast blaas je uit. En inademen, span je aan en je kijkt zelf eventjes wat er het meeste aandacht vraagt. Span je spieren aan daar en loslaten bij de uitademing, ontspannen bij de uitademing. En dat doe je stuk voor stuk met al je ledematen. Aanspannen, ontspannen. Aanspannen, ontspannen. En je kan ook je nek meenemen daarin. Linksom en loslaten. Rechtsom en loslaten. Steeds bij de uitademing ontspannen. Je handen spannen, ontspannen, spannen, ontspannen. Je schouders kan je optillen en ontspannen. Het aanspannen maakt het ontspannen makkelijker. Dus je richt even al je aandacht daarop en je versterkt als het ware de spanning om daarna des te beter te kunnen loslaten en te ontspannen. Soothe yourself. Ga met liefde en aandacht je hele lichaam langs en kijk waar je jezelf kunt voeden met liefdevolle energie. Je kunt jezelf aaien. Dat mag allemaal. Niemand die het ziet. En al zien mensen het wel, dan is het nog steeds een goed voorbeeld om jezelf liefdevol aan te raken. En kijk ook of je dat kunt aanvaarden. Of je het kunt toelaten. Zo'n liefdevolle aanraking van jezelf is best wel bijzonder. Ook dat werkt ontspannend. Ontspannen, ontspannen, ontspannen. En ook je, vergeet ook je nek niet. Je hals, je schouders. Misschien kan je erbij op je rug. In ieder geval je onderrug, je heupen, je benen. Ontspannen, ontspannen, ontspannen. En uitademen, zet je het kracht bij. En als je tot aan je voeten bent geweest, laat je alles de aarde instromen wat je niet meer nodig hebt. En we ademen nieuwe energie in. Je kunt je uitrekken om het toe te laten. Verse energie, zuurstof, stroomt je lichaam door. Helderheid, vitaliteit.
dan leg je je handen op je buik of op je schoot, net wat je het prettigste vindt. En dan gaan we van daaruit diep ademen. We laten al onze angsten los, al onze zorgen los bij de uitademing. En je stelt je voor hoe je energie inademt, die zacht, liefdevol, licht, helend, comfortabel is. En die energie neem je mee, je hele lichaam door, die schoont alles op. En die energie verbindt je ook met het grote veld, de bron. De bron, het veld van licht en liefde, goddelijkheid. Daar vandaan tank je de energie als het ware. En je neemt hem mee naar elke cel van je lichaam. En elke cel van je lichaam wordt opgeschoond. Geheeld, gecleaned, clean en clear. En kijk wat je kunt opschonen aan oude angsten, oude patronen die zich verzameld hebben ergens op plekken, misschien in je buik, en de neiging hebben aan je vaste klampen. En inademend breng je er liefde naartoe, zachtheid en liefde, en het laat los. Stel je voor hoe je, net als bij het kijken naar de wolken, hoe je de blauwe lucht tevoorschijn kan toveren, hoe je de boel kan opschonen, door je aandacht er naartoe te brengen, met intentie. En we gebruiken de ademhaling als voertuig voor de energie, om dat kracht bij te zetten. En zo schonen we alles op. En we geven al onze oude ballast, onze zorgen, geven we toestemming om te vertrekken, om los te laten. En we ademen uit. Het gaat er niet om dat je precies weet waarvoor of wat het is. Het gaat erom dat je toestemming geeft om te ontspannen. Om te vertrekken, om los te laten. Alles wat je niet meer nodig hebt, mag vertrekken. Let go. En dan gaan we naar ons hart. Als dat voor jou ook zo voelt, mag je je handen op je hart leggen. En we gaan ons hart zacht en ruim ademen.
ruimer en ruimer. En stel je voor dat je het openzet, dat het open is als een bloem die zich opent. En zoveel stralende energie verspreidt. Dat het overal om je heen prachtig, krachtig licht uitstraalt. En het enige wat je hoeft te doen is lekker daarin aanwezig zijn. En stel je voor hoe je met elke inademing die kracht versterkt van het licht, van de kracht van je hart, de zachtheid, de openheid. En misschien heb je hier en daar twijfels, denk je, ja maar, pas op, want ga dan naar die delen toe die zich nog verstoppen en niet willen openen en breng liefde. Want liefde kan niet aangetast worden. Kan er alleen maar zijn en versterken. En het is een helende kracht voor jezelf en voor je hele omgeving. I am, ik ben. Ik ben de liefde. I am. En geef jezelf ook toestemming om in je eigen kracht aanwezig te zijn, in de kracht van je liefde aanwezig te zijn en te blijven. I call my power back to me. Ik roep mijn kracht terug. Ik roep al mijn liefde terug, waar ik hem misschien per ongeluk verstopt heb, opent zich opnieuw de kracht, de liefde, helderheid. I am, ik ben. En in deze kracht kunnen we al onze eigen sores die we tegenkomen de hele dag, kunnen we oplossen, kunnen we in het licht zetten, kunnen we transformeren. En stel je voor hoe je dat licht vanuit je hart ook vanuit je handen kunt richten en sturen. Dan maken we nu een mooie kring met iedereen die meedoet, nu of later. Onze gidsen, onze helpers, iedereen in de onzichtbare wereld die je maar wilt, dat meedoet, vraag je erbij, nodig je divine vrienden uit.
En we maken met z'n allen een mooie grote kring. Waarin we eerst eens eventjes onze aandacht gaan richten op de aarde. De aarde. Die prachtige mooie moeder aarde in zijn geheel. En stel je voor, die hele bol, die aardbol is in ons midden. En wat wij doen, we scannen als het ware met onze handen, met ons hart, naar plekken die meer liefde nodig hebben. Meer vrede nodig hebben. En we kijken als het ware de wolken weg en we maken het weer clean en clear. Licht, liefde, helderheid. Gezamenlijk richten we onze aandacht vanuit ons hart, vanuit onze handen, met intentie op die gebieden waar het nog steeds oorlog is, in het Midden-Oosten. En we blazen die zware wolken weg. We blazen alles weg wat geen vrede is. En we maken plaats voor helderheid, liefde, licht, vrede, vrijheid, vreugde. En zo ontstaan er langzaam eilandjes van vrede. Meer en meer mensen worden aangestoken. Door het licht, de liefde, de vrede worden meegenomen in de kracht. En de liefde overroelt alles. Het is van belang dat je het je voor kan stellen, dat je het een beetje voor je ziet. Want dat heeft kracht, dat heeft power, de energie. Als een wind blazen we er doorheen en maken we het open, licht, helder, zodat de vrede weer door kan schijnen. Het is alsof we onze pijlen richten gezamenlijk en onze pijlen zijn licht, kracht. En zo krijgt vrede de boventoon. Nu. As we speak. Hetzelfde doen we in Oekraïne en Rusland. Dat hele gebied. Waar we ook vrede nodig hebben. Break, 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 break. We maken als het ware gaten in die grijze lucht en we doorbreken de oude patronen en we maken de weg vrij voor vrede. Vanuit ons hart, vanuit onze handen richten we
heldere, lichte energie. Positiviteit heeft meer kracht. En dan gaan we voor onszelf kijken wat in onszelf is nog niet in vrede. Wat kunnen we zelf nog loslaten, uitblazen, laten vertrekken. En je zal zien, het zijn alleen maar gedachten. Dus als je die gedachten laat voor wat ze zijn, dan kan je naar die diepere lagen in jezelf, naar je hart, naar het licht, naar de vrede. En ga eens kijken of je daar die helderheid, die blauwe hemel als het ware kunt ontdekken. Al is het maar een stipje, je richt je aandacht daarop. En zo wordt het groter en groter. Helderder. En maak je geen zorgen over die gedachten. Er komen vanzelf weer nieuwe gedachten. En het is niet wie je bent. Alles is goed zoals het is. Voel de connectie met je eigen ware zelf, je hogere zelf. Die als het ware die blauwe hemel is. I am, ik ben. En van daaruit gaan we alle situaties even in het licht zetten van onszelf. Vanuit die kracht, vanuit ons ware zelf. In verbinding met onze helpers, onze divine vrienden.
En alles gaat voorspoedig, makkelijk, soepel en so it is. En terwijl je deze woorden hoort, zeg je ze ook in jezelf en herhaal je ze op je eigen manier een aantal keer, want dat versterkt. Ik ben gezond en vitaal en helemaal ontspannen. Ik ben gezond en vitaal en helemaal ontspannen. Ik ben gezond en vitaal en helemaal ontspannen. Kijk wat voor een beeld daarbij hoort. Hoe ziet dat eruit? Ik ben gezond en vitaal. Wat voor een beeld komt er dan bij je op? Hoe straal je dan? Je kunt ook zeggen, ik sta gezondheid, vitaliteit en ontspanning toe door mij heen te stromen. Ik open mijzelf voor meer en meer ontspanning, vitaliteit. Gezondheid. Ik ben gezond. Ik ben vitaal. Ik ben ontspannen. En laat die woorden resoneren. Alsof het muziek is, trillingen zijn. Zingend, blij, huppelend. En misschien komt er een kleur in je op die hierbij past. En dan omhul je je met die kleur zodat het lekker bij je blijft. En iedere keer als je er behoefte aan hebt, pak je die kleur weer eventjes om je heen. En voel je weer vreugde, plezier, ontspanning, vitaliteit, helderheid, licht. And so it is.
En dan vanuit deze energie kan je nog wie of wat je maar wil eventjes extra in het midden plaatsen, in de aandacht zetten. En zie voor je hoe die energie transformerend werkt. Heel gemakkelijk dingen oplost. En dat kunnen situaties zijn, dat kunnen personen zijn. Niet altijd heel veel aan de hand te zijn. Je kunt het ook zien als een soort van douche die je daar eventjes overheen laat spoelen, zodat alles weer even wat meer glans krijgt en opgeschoond wordt. Wat er ook maar je te binnen schiet, sproei je er eventjes wat licht en liefde overheen. Zet het eventjes in het licht. En dieren, dat kan ook. En maak er een gewoonte van om wat je ook maar tegenkomt. Een blessing te geven op deze manier. Vanuit je hart, vanuit je kracht, vanuit je licht, vanuit je bron. Aanwezig te zijn. Dank je wel. En zo het is. Heb je naar je zin, Monika? Huh? Heb je het zo naar je zin? Huh? Heb je het zo naar je zin? Dat mag wel. Ja. Tuurlijk mag dat. Gekkerd. Leuk matje hebben we, hè, in de keuken. Dat is er nog eens een leuk matje voor jou.
Nou, dankjewel voor het meedoen. Dankjewel voor je versterking in de energie. En als je vaker mee wil doen, volg dan in ieder geval dit kanaal. Kijk even bij de hippieviewschool.online en daar vind je meer informatie. En natuurlijk kunnen toepassen in je eigen leven, zoveel je maar wil. Succes, dankjewel en tot kijken.